wat amazing dit. Daar gaat het, al het eten. Nee, hij is terug. Nee, ik had hem nog niet gezien. Alleen deze is alleen nog enger met alle lava. Hier, ik leid jullie de weg, bro. Ik kom deze kant op. Ja, ja. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En meisjes, vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. En ik sta op bamboe. Ik heb mezelf hier gepositioneerd op dit bamboetje. Ik dacht, dat is toch een leuke plek om een video te beginnen. Daar staat Robin. Hij is klaar om weer slaaf van mij te zijn. Nee, jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn van harte welkom om deze video lekker te kijken. En te liken, want we gaan voor 2000 likes. Kom op eens even. Oh ja, en abonneer even. Moet je zien. We hebben gewoon bijna die 128.000. En bijna de 30.000. We kunnen het. Maar goed, ik was net de server gejoined. En toen kon ik het niet laten om dit bordje te lezen. Kijk in de barrel. En het bordje wordt daar vervolgd. Dus we gaan het avontuur beginnen. Robin. Oh, waar is Robin nou? Kijk in de barrel. Maar weet je, er is geen barrel hier. En, ah, ik schrik oprecht. Ik schrok serieus. Man. Ja, kijk. Kijk in de barrel. Waarom is het dichtgebouwd? Wie heeft het gedaan? Kijk in de barrel. Welke barrel? Oh, hier is hij. Kijk in de barrel. Hier is hij. Patent bij Justout. Oké. Beste meneer, maanden geleden heb ik in mijn eigen base een systeem gemaakt waardoor items via het water worden getransporteerd. En uit bronnen, heb ik vernomen dat u, makkers van plakkers, dit idee hebt genakt en helemaal hebt gekopieerd en laten bouwen. Alleen dan heb ik slecht nieuws voor u. Op dit idee stond een patent die aangemaakt is op 4 juni 2021. Of ja, juni ja. Dus hierbij het nieuws. U moet voor 7... oktober, dat is morgen, 12 uur lokale tijd, dit watersysteem hebben weggehaald. Als u deze afspraak niet nakomt, dan komen er straffen om de hoek kijken. En die zijn niet fijn. Als dit niet voor 7 oktober weg is gehaald, dan wordt er een bouwbedrijf ingeschakeld die dit persoonlijk komt afbreken. Er is ook nog een andere manier om dit op te lossen. Hierover komt nieuws. Met vriendelijke groetjes, Tim. Oké. Hij heeft patent gezet op dit. Maar jij hebt ook patent gezet op dit. En het is ook jouw systeem. Maar wat vind jij hier nou van, Robin? Ik kwam wel met het idee. Ik ga een vergaderruimte maken. En dan moeten we hier even over vergaderen met z'n allen. Over dit systeem. Maar laten we eerst het systeem afbouwen. En Robin? Ja? Ik heb aan kijkers gevraagd wat ze wilden met de vloer. Oh, dat is het antwoord. Ik ben wel heel benieuwd. Maar deze video wordt al opgenomen voordat die video online staat. Wauw. Ja. Dus ik heb nog geen antwoord. Dus ik ga het lekker zelf bepalen. Dus ik hoop dat ik zeg maar bouw wat de meerderheid uiteindelijk heeft gekozen. En dat wordt... Bananen. Bananen. Nee, het idee is om dit helemaal te vullen met water. En dan een soort steiger in het midden te bouwen. Ben je er klaar voor, Robin? Oké, jongens. Ik verstoor jullie toch heel even. Omdat ik een beetje progressie wil laten zien. Vind ik altijd wel leuk. Het is helemaal opgevuld met dirt. We zijn hier lekker bezig met de vloertjes aan doen. Robin is er nog steeds met het systeem bezig. Dus eigenlijk ben ik gewoon wederom dit aan het bouwen. Terwijl Robin lekker zijn dingetje aan het doen is, hè, Robin? Het is een hele gewaagde build. En ik stop er toch stiekem wat enderside in. Want ik wil de vloer natuurlijk een natuurlijk iets geven. Waardoor de enderside wel er echt verplichting moet, helaas. Ik ben heel blij dat we dit concept hebben gekozen. Als ik het zo zie, die brug zo. Het enige is dat het water komt op dit niveau. Waardoor het water wel, zeg maar, like zoals dit zit, weet je. Het is niet dat het water eronder zit. Dat is wel het enige jammer. Maar op zich is dat ook weer niet erg. We gaan het gewoon zien. Ja, jongens. En zo zijn we al een heel eind. Moet jullie zien. Ik heb nu overal de paden naartoe gemaakt. Dat ik heb nog niet genoeg hout om overal campfires op te zetten. Dus ik moet eerst zo meteen wederom hout gaan hakken. Maar alle paden zijn al gemaakt. Dus je komt overal. Dan heb je hier een ingang. Dan heb je daar een ingang. En dan kan je hier gewoon alles activeren. En hier hoef je helemaal nooit te zijn. Op die plekken zoals daar. Dus dan kan ik ook nog leuke visjes en zo in doen. En allemaal andere dingen toevoegen. Ik heb zojuist heel veel hout gehakt. En ik heb het allemaal gebruikt. En het is alweer op. Als in mijn logs. Ik heb namelijk nog meer trapdoors nodig. Maar ik heb het hout gewoon niet om trapdoors te maken. A.k.a. we moeten weer hout gaan hakken voor de 100 miljoenste keer. Maar jongens, de brug is wel zo goed als klaar. Je kan overal naartoe. Je kan overal zonder eraf te vallen naartoe. En hier aan het einde zelfs. Maar kijk, dit is helemaal gevuld met trapdoors. En dat moet ook aan deze kant. Alleen ja, ik heb niet genoeg. Daarna kunnen we de leuke gravel en andere blokken tussen de deur toevoegen voor in de vloer. Water erin en dan alle details toevoegen in het water. Het is wel donker hier op het pad. En toen had ik ineens een pet op. Tijd om het water erin te gaan gooien, jongens. Het is zover. Ik weet niet waarom ik zo doe. We gaan er gewoon water in gieten. Betekent ook dat het helemaal donker gaat worden. Oh, wat doe ik nou?
En daardoor moet ik ook, helaas, helemaal gaan zoeken naar zeepikkels en hoe heet die dingen? Zeekomkommers. Die dingen die licht geven in het water, die zijn heel mooi, die heb ik nodig. Het was me toch een poepwerk. Ik heb overal water kunnen toevoegen. Nu is het tijd om het helemaal vol te yeeten met alle andere soorten gezellige dingetjes. Mainly bone meal. Daarna wat ik zei, zeekomkommertjes. Ik heb ze nodig, anders is het gewoon slecht belicht. En misschien nog wat in het midden, wat lantaarns. Dan mogen die kisten en zo allemaal weg. En dan is het eigenlijk zo goed als af. En dan kunnen we de farms gaan maken. Hey Creepy, jij gaat anders even weg. Kijk, dat bone meal lost al zoveel op, hè. Dat maakt... Oh, moet je zien. Groenheid. Hoe leuk is dat nou? Groenheid, goed woord. Het kan zelfs op stone, dat is het leuke. Dan nog wat kelp, misschien nog wat koraal zelfs. Oeh, in het algemeen, als ik toch ga zoeken naar zeekomkommers, kan ik ook gewoon koraal ertussen uitpikken. Robin en ik zijn nu onderweg naar zijn basis. Het blijkt dus dat hij al heel veel van die koraaldingetjes heeft. En daarvoor hoef ik helemaal niet meer op pad te gaan. Dat scheelt weer een hoop gereis en een hoop tijd. En de muziek kan ik het even van hem kopen. Dan heb ik gewoon gelijk genoeg. Deze kamer vind ik gewoon echt clean. Die vind ik echt leuk. Ja, ik wilde er ook niet zo iets mee doen of zo. Nee, het is gewoon een entree. Gewoon... Oké, jullie hebben inderdaad... Oeh, zeekomkommers. Kan ik die kopen of... Ja, die moet je wel kopen, ja. Maar die zijn kut. Dat snap ik. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Hoeveel vraag je ervoor? Hoeveel heb je er nodig? Ik heb er op zich wel wat nodig. Laat eens zeggen. Ik heb wat in mijn inventory. Dus, Want je wil ze stekken en ze groeien niet uit hunzelf, toch? Nee. En kan je dit farmen? Geen idee. Het ligt er dus aan. Als je ze kan farmen, vind ik het minder waard, weet je? Als ze echt alleen moet halen. Oké, ik ga even opzoeken. Oké, wat nou? Droppen 5, krijg je 2 diamonds van me. Je farmt ze door bone meal te gebruiken dicht bij coral reef onder water. En dan heb je kans... Ja, wel op die sea pickle, domme gans. Oh, en dan farm je er weer meer. Ah, ja, dan zijn ze echt heel makkelijk. Heb ik je echt gewoon overprijs betaald zojuist. Niet, nee man, niet. Jawel, ik heb je echt overprijs betaald. Dat is dus zo makkelijk. Mag ik dan ook 1 coral blok als voor die prijs? Dan kan ik ze herfarmen. Nee. Ja, ik wil eerst dat je dat blokje glas terugzet. Oh, die heb ik. Dan heb ik 1 coral blokje. En mag ik... Oké. Okay. We gingen natuurlijk ook voor andere koraal kijken. Ik denk al dat de kist in het winkeleiland zit. Oh, man. Maar we gaan wel even kijken. Ik wou zeggen, we komen toch langs het winkeleiland. Robin en Max op avontuur. Yeah. Kut. Moet je eigenlijk zo'n jingle van maken? Ja, met alles wat we doen. En met elk karakter dat we hebben. Henkie en Arie op avontuur. Gewoon de oprechte schrik van Arie. Trui. Trui en Henkie op avontuur. Ja. Ja. Oké, daar zijn we. Kijk eens hoe mooi het hier is onder water. Ja. Het is echt vet hier onder water. Het is echt heel lijp. Ja, oh, ja 4. 4 hele tube coral fans. Dat is serieus alles gewoon. Ja. Oh, die hebben we niet. Ja, want de rest zit hier allemaal onder, overal verspreid. Oh, ja, dat snap ik. Nou, dan moet ik maar een keertje op pad gaan. René moet echt de winkeltje leeg, want ze heeft echt heel veel diamonds. Ja. Daar. Hallo. <Hello. laughs> Oké, dus ik ga hier even heel veel sea pickles farmen eerst. Kijk, dit is efficiënt wat we hier doen. Mary! Dit gaat het helemaal verbeteren. Moet je zien, licht! Oké, plaats ze maar gewoon een beetje netjes hier en daar. Ja, zeg wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Dit is Arie's nieuwe nummer. Mag ik misschien je naam? Waar kom jij toch vandaan? Mag ik deze 4 coral fans gebruiken? Wauw. Wauw. Nee, dan. Hé, toch hier. Wauw. Oké, dan nog in het midden wat licht, want het is een beetje donker. Ik wil op dit punt een lampje hebben. Wauw. Paddenstoel. Met rood en witte stippen. Kijk, zij de paddenstoel. Met een diepe zucht. Ja. Hey, man. Ja, nee. Simpele licht in het midden als laatste. Hatsflats. Dan jongens, is de kamer denk ik officieel gewoon klaar. De kamer alleen, hè. En dan bedoel ik echt niet deze dingen, want die moeten nu nog gedaan worden. Maar de kamer zelf is gewoon klaar. Er zitten overal sea pickles. Het enige wat echt nog dan leuk kan zijn is nog meer koraal en zo. Maar ja, dat heb ik gewoon niet. En Robin ook niet. Dus daar moeten we een keer voor naar op zoek gaan. Maar daar heb ik nu gewoon weer geen zin in. Want het is echt heel ver namelijk varen om daarheen te gaan. Maar alles is goed belicht. Alles is er. Alles is aanwezig. Dus het is tijd om de farms te laten werken. Zullen we de farms nu gewoon maken? De muren hier. Die gaan we gewoon heel simpel doen. Ja. Met alle liefde, zo klonk het. Ja, nee. Ik nam even te snel een paar slokken water. Oh. Oké, okay, we gaan die farm schoonmaken. Hé, hey, er zit een glow squid links van jou. Nee. Boombawee, aboombawee, aboombawee, aboombawee. Aboombawee, aboombawee, boom, boom, boom. Nee! Oh, jij oetloe! Oh, sorry. Nee!
Het is nu ook gewoon weg. Het is nu in het systeem. Het is nu deel van Willy Wonka. Kijk, ik bouw dit gewoon rustig af hier. En jij bent gewoon niks aan het doen. Ik ben, hier de harde werkers zien we alweer. Ja, we moeten nog allemaal kijken of het echt werkt, hè. Want... Nou, het werkt toch wel, neem ik aan, nadat we zover zijn al. We hebben het al 100 keer getest. Oké, in de tussentijd zijn Robin en Nathan, die zijn daar bezig met de redstone aan het checken voor de andere farms die we gaan nemen. Dat is dus de meloen, de pompoen, de sugarcane, de cactus, de kelp, al dat soort dingen. Die wil ik natuurlijk ook lekker gaan farmen. En dan zijn zij even met z'n tweeën aan het kijken hoe ze dat gaan doen. Het hele ding ook aan deze farm, jongens, is Robin en ik gaan hem gewoon samen gebruiken. Want Robin helpt me natuurlijk zoveel ermee. Dat dit ook gewoon, als hij eten wil, mag je ook gewoon deze farm lekker abusen. Hij heeft alle recht om dat te doen. Jongens, het is echt heel veel werk. Ik ben nu net klaar met enkel en alleen het uithakken van het complete gedoe. En dan de pilaren te bouwen. En ik ben al gewoon zo'n stuk verder. Dus daarom besluit ik om het echt niet helemaal vol te proppen met details. Want het gaat gewoon te veel tijd kosten. En je gaat hier eigenlijk nooit echt... Ja, je ziet het wel. Dat is het enige. Ik twijfel er toch weer tussen. Want je gaat er wel altijd naar kijken als je er langs loopt. En hoe lijp is het nou als je er langs loopt? En kijk hoe dit er al uitziet. Het verschil, joh, met die twee. Dit is gewoon nog niks. En dit is wel al gewoon iets. I mean, toch wil ik dan wel een beetje details erin, weet je. Weet je, we zien het wel gewoon. Ik ga wel gewoon een beetje mijn ding doen. En dan hoop ik maar dat ik mezelf tegenhoud met te veel dingen eraan toevoegen. Want dan ga ik echt in de toekomst ga ik echt spijt krijgen. Nou, de eerste kamer is klaar. Deze kan helemaal ready gedaan worden met alleen maar dit soort blokken. Oh, dat is verkeerd. En dan kan hij gewoon klaar. Is hij klaar om te farmen? Ja, ik weet niet wat ik er anders over moet zeggen. Ik heb het niet te veel detail in gedaan. Dat zie je ook wel. Het is een beetje een laks vormpje. Zeker als je het vergelijkt met dit natuurlijk. Heb ik het een beetje laks gedaan, maar dat is helemaal niet erg. Ik dacht dat moet wel echt hier, want het moet gewoon nog 2 keer gekopieerd worden. En de andere kant moet ook nog leuk gedaan worden. In de tussentijd is daar een soort farm ontstaan. Robin, leg jij eens even uit wat het allemaal is. Waarom? Zaadje. Zaadje. Groeit. Groeit. Gaat naar links of rechts. Ja. En als het daar is, is het poef weer weg. Maar links zit pompoen en rechts meloen? Of? Ik heb geen idee wat het is. Een van de twee is pompoen, de andere twee is meloen. Of de andere is meloen. Nou, dan mag alles even lekker gefarmd worden op deze manier. En dan wacht ik nog even met het daadwerkelijk farmen van. Bewijs van dingen te planten. Daar wacht ik gewoon nog eventjes mee. En dan kunnen we nu het daadwerkelijke resultaat zien. En daar ben ik wel heel blij mee. De farming area hier. 1, done. Op naar de volgende. En daarna op naar de laatste. En weet je wat, jongens? Ik ga het gewoon pas jullie laten zien als ik ze alle 3 klaar heb. Hey. Ik zie je zo. Jongens, na echt even lang te hebben staan, ja, kloten en weet ik veel wat ik allemaal heb gedaan, is het zover. Ik heb namelijk overal hetzelfde nu. Hier is het helemaal gevuld, hier is het helemaal gevuld en hier is het helemaal gevuld. Als het goed is, klopte alles precies. Is het 1-op-1 hetzelfde? Aan de andere kant hebben Robin en Nathan, dus even een dikke shout-out naar Robin en Nathan, hebben hier hard zitten werken om een automatische cactus farm te maken, een automatische sugarcane farm, hier een automatische meloen en een automatische pompoen farm. En Robin is zelfs volgens mij al begonnen met de automatische kelp farm. Ze zien er nog niet mooi uit, maar dat was mijn taak, hebben we afgesproken. Ik zal ze mooi gaan maken, zij zouden ze functioneel gaan maken. Dus nou, had ze flats, maar aan deze kant, jongens, het heeft lang geduurd. Het is inmiddels ook echt 12:15 s'nachts. Het valt in principe mee, het is niet mega laat, maar ik ben wel gewoon, ja, klaar. Dus morgen ga ik ze lekker aanvullen met allemaal dingetjes. Hier komt graan, hier komt aardappel en hier komt wortel. Gaan we het helemaal aanvullen. Maar voor nu ga ik eventjes lekker slapen. Bim! En toen waren wij een dag verder. Nou, voor jullie voelt het als 3 hele seconden. Nee, er is dus ook wel wat gebeurd terwijl ik weg was. Namelijk, er is hier weer overal water. En er zijn bordjes die ik nog niet heb gelezen. Daar heb ik speciaal op gewacht voor mijn opname. Maar ik heb wel het water gezien. Man. Oh nee, het heeft geregend tijdens de prankoorlog. Wat jammer nou. Ik heb hier niks mee te maken. Rick! En hij is online. Oh, Rick, waarom? Nou, we moeten helemaal lachen. Wat een loser. Moet ik al dit water weer weghalen? Jemig. Wat een loser die Rick ook. Heeft het geregend? Te erg, ja. Rick is een vreselijk figuur. En nu moet ik hier maar weer mee dealen, hè? Ik kom wel even kijken. Laten we het allemaal weghalen. Wat een rotjoch die Rick, jongen. Haat aan Rick. Kijk je nog steeds de video? Laat dan in de reacties even weten. Rick is een loser. En kijk je nog steeds? Like ook even. Nu liken, terwijl je die comment neerzet. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Wat ben jij? Een rotjoch. Echt waar. Moet ik het allemaal weer weghalen, hè? Ik heb er niks mee te maken. De bordjes liegen nooit, man. De bordjes liegen nooit. Hou op. Je hebt toch alleen hierboven, de bovenste laag, neem ik aan, gedaan. Als er meer is dan dit, dan word ik gewoon echt verdrietig. Nou, je denkt dat ik zoveel werk erin heb gestopt. Ik vond dit al een kutwerk.
Nee! Doei! Nee. Blijf maar lekker daar! Nee! Blijf maar in je Loose Kingdom daar beneden! Hé, hey, wat is dat daaronder? Huh? En wat is... Nee! 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 Hij is terug! Nee! Ik had hem nog niet gezien! Hij is terug! Nee! Nee, waarom? Ik zag dit hier. Ik denk, wat is dit in het water? Maar toen kwam ik hier beneden. Waarom? Echt waar. Hij is jaloers, wordt nu helemaal weg. Ja, ik heb hem weggehaald. Ah, en nu is hij weer hier. Nu moet ik hem weer terugsturen naar jou. Ja, nu moet jij hem op een originele plek bij mij Ja, ik moet hem weer op een originele plek teruggeven. Wat een rothoofd dat. Hij blijft ook gewoon heen en weer gaan nu. Dus dat is de tweede keer dat hij hier is. Mooi, hè? Maar, wat is dit? Dit heb ik nog niet eens gezien. Graag mijn bijen niet meer meenemen. Zijn ze niet gewend. Hier is dat steen dat je naar mijn hoofd gooide. Oh, ik heb hier natuurlijk steen een keer naar beneden gegooid. Maar bijen steen. Oh, ik heb een bij. Oh, ik had een bij van haar gestolen. En ze heeft allemaal troep hier achtergelaten. Dat bamboe wil ik al terug aan die lantern ook. Ze heeft het gewoon in een karretje hier achtergelaten. Maar ik heb haar bij dus gewoon gestolen. Wil jij even de Robin poelen voor mij en even flashback callen? Flashback! Kijk! Volgend bijtje gespot. Ja, jongens. Het was een teken. Ik had echt naar Floor moeten gaan. Kom hier. Kom hier. Kom van het dak af. Het is je laatste waarschuwing. Ja, kom mee. Welkom, welkom in je nieuwe huis. Wow, dat was vet. Wow, wat een flashback. Wow. Ja, maar is de onderkant groter? Ja. Ik wist even niet. Hoe groot die was. Oké, welkom. Oh, wat is dit nou weer? Waarom meer? Ik heb de moeite gedaan om je kist op te ruimen. Nu kan je weer genoeg kobbel kwijt. Groetjes, Force. Huh? Waar is mijn kobbelsteen? Kobbelsteen, wat zeg ik? Huh? Oh, nee. Nee. Dat is steen. Het is alleen maar een beetje steen. Oké. Okay. Oh mijn god, nee. Zit het overal? Nee! Je hebt overal mijn cobblestone naartoe gebracht. Waarom doe je dit? Ik ben eventjes weg. En overal is ineens cobblestone. Oh, weet je hoeveel moeite dit gaat kosten om het allemaal weer op zijn... Oh mijn god, het steen en seeds en... Wat heb je allemaal met mijn seeds en zo gedaan? Je moet nagaan, hè. Ik heb eerst alles uit deze kisten gehaald. Oh. Was ik van plan om het hier ook neer te stoppen. Om te verstoppen voor je. Oh, handig, zo'n kistje. Maar toen dacht ik van, het is eigenlijk veel leuker om gewoon heel je andere kisten te... Nee, dat is niet leuk. Dus ik heb ze allemaal vanuit hier. Nee, ik vind het niet leuk. Ik waardeer het niet. Ik vond het wel leuk. Je nieuwe buren. Heb ik nieuwe buren? Waar heb je het over? Ik zie een nieuw huisje gebouwd. Je bedoelt Floors huis? Nee, hier boven op de berg. Boven op de berg? Boven op ik zie helemaal niks. Berg. Waarom liggen hier in je wortels? Wie heeft een farm gefarmd? Wat is er allemaal ge... En mijn trapdoors zijn ook kut. Oh, er staat echt een huisje. Ja, oh. Wie heeft er nou weer een huisje op mijn berg geplaatst? Er gebeurt echt te veel hier als ik weg ben. Dat is ook echt lelijk. Het is echt een lelijk huisje, ja. Het is echt heel lelijk. Wat staat er? Vakantiehuisje. Nummer 10? Zijn er... Nee. Spruce zijn, meer niet. Dit is het ook gewoon. Ah, het ligt op zich wel lekker. Dit is het ook gewoon. Een huisje, meer niet. Nou, leuk. Zo'n vakantiehuisje. Oeh, als je denkt van ik loop er even omheen, dan val je gewoon je dood in. Oh mijn god, inderdaad. Wie heeft mijn farm zitten farmen en dan gewoon carrots teruggeplaatst? Gewoon, why? Alles is eindelijk gesorteerd. Het heeft me echt veel te lang gekost. En Rick is echt een loser dat hij dit gedaan heeft. Maar volgens mij is alles nu weer een beetje gesorteerd. Het heeft me zelfs de mogelijkheid gegeven om een beetje te gaan hersorteren waar alles nou moet. En een beetje alles op orde leggen en zo. Dus op zich... Het was wel heel vervelend, want het heeft me heel veel tijd gekost. Laten we dan nu, het begint helemaal te regenen, even mijn farm weer oplossen. Want iemand heeft er carrots van gemaakt. Nou, ik heb wel gelijk heel veel carrots. Dat is wel top. Die kunnen we gebruiken voor de farm beneden. Planten we gewoon normale seeds terug in plaats van de carrots. Want de carrots gaan naar beneden en dan wordt dit letterlijk 1,5 puur sierfarm. Dit gaat dan gewoon niet meer gebruikt worden. Dan kan ik hem ook helemaal weer fixen, want er zitten heel veel gaten en weet ik veel wat in zoals hier. Kan ik dat oplossen en dan is dit inderdaad wat ik zeg officieel een sierfarm. Maar nu, Rick en ik hadden een heel leuk idee. Namelijk vorige Minecraft video hadden we een hele mooie prachtige outro. Flashback. Wij wilden dus nog zo'n outro, maar we hebben even een beetje gezocht naar music discs. Zo, ik heb er wel eentje, maar die is niet echt heel bijzonder. Ik kan hem wel even laten horen. Die is een beetje creepy. Dus wat Rick en ik hebben besloten, we gaan proberen Pixstep te halen. En Pixstep is de meest rare music disc die er is. Echt, het is een beetje dubstep-achtig. Maar ja, die kan je eigenlijk alleen krijgen in een Bastion. Rick, gaan wij een Bastion opzoeken? Ja. Ja, maar de kans is echt 5% dat je hem in een Bastion vindt. En de kans dat je een Bastion vindt is echt al 1%. Dus... Oh, het is René! Hoe zag ik dat niet? Oké, maar ik wil eerst even de farm opvullen, want dat had ik beloofd. Met aardappel en carrots. Alleen, ik heb niet echt aardappel. Heb jij aardappel voor mij te leen?
Ik heb aardappel. Aardappel? Oké, dan mag jij aardappel pakken en dan zie ik je zo. Dus wat wij gaan doen, is eerst even de farm opvullen. Hoppakee, pak ik zoveel als ik heb. Vullen we die hele farm beneden op. En dan gaan we gelijk door naar de Nether om een leuk avontuurtje te creëren. Op zoek naar bestiens. Gaat wel heel moeilijk worden, want bestiens zijn best sterk. Maar Rick heeft gelukkig full netherite en zo. Dus ik zorg gewoon dat hij me beschermt. Ik laat mijn bloemetje thuis, want die wil ik echt niet verliezen. En voor de rest ben ik er eigenlijk helemaal klaar voor. Ik heb echt zin in om dat even te doen. Nou, de farms zijn helemaal in elkaar gezet. Hier hebben wij ons prachtige wheat en het is aan het groeien. Hier hebben wij ons prachtige aardappel en die is aan het groeien. En hier hebben wij ons ook prachtige wortelen. En die zijn ook aan het groeien. Ik ben er heel blij mee. Rick heeft even geholpen met de aardappel voor elkaar krijgen. Dan krijgt hij wel een keertje van me terug. Maar moet je zien, nu zie je het gewoon het volledige effect van deze kamer. Ik ben hier zo blij mee. De andere kant is ook al lekker hun dingen aan het doen. Dat werkt al. We kunnen zelfs even checken of wij al überhaupt veel... Hij heeft een rotte aardappel gegeten. Kunnen even checken of we überhaupt al veel meloen hebben. En jazeker. En pompoen. En we hebben ook al een beetje kelp. Althans, dat is helemaal niet waar. En cactus en sugarcane. Jongens, wat ben ik toch blij met deze farms. Want misschien wisten jullie het niet, maar deze werken al gewoon. En ze zien er alleen nog helemaal niet uit. Maar het zijn gewoon actieve farms. Dus deze kant gaan we nog even een keertje mooier maken. Hier komt nog een kelpfarm, waardoor ik ook infinite kelp heb. En dan, dan zijn we lekker aan het grinden. Ik ga me nu voorbereiden, bloemetje. Ik ga jou in de chest achterlaten. Bij mijn reservebloemetje. Kijk jongens, ik heb hier altijd een reservebloemetje, maar dit is de originele. Dus moet ik eigenlijk ook even een naam geven. Origineel. Zo, deze heet origineel. En dan is dit backup. Dit is mijn backup bloemetje. Hoppakee, jongens, we hebben mijn originele. En we hebben mijn backup bloemetje. We leggen ze allebei even weg. Ik ben helemaal ready. Potion of fire resistance neem ik mee in case dat het nodig is voor 8 minuutjes. De rest, maakt niet zoveel uit. Hè. Ik neem wat arrows mee. Misschien nog wat extra eten. En dan zijn we ready. Oké, op zoek naar bastions. En ik denk dat wij het best... Ja, ik had er ook wel eentje mee, maar dan heb ik er twee, thanks. Oh, deze 8 minuten. Ik ben ready, denk ik. Waar gaan wij? Welke kant? Voor mijn gevoel is iedereen al die kant op geweest. Laten we deze kant op gaan. Heel veel mensen wonen ook deze kant. Ja, maar ik denk dat niet zoveel mensen nog op zoek zijn geweest naar bastions. Dat is waar. We gaan gewoon richting Reno en vanaf daar lopen we verder. Ja, ik weet eigenlijk niet waar je bastions vindt. Volgens mij in die andere biome. Oh, wat? Is dat met al dat grijs en zwart? Ja, alleen enige is dat die bastion daar die wij kennen, die biome, die is al gepakt of gevonden. Ja, door Ammer. Ja, rotbeesten. Ik wil ook even met soul speed. Hoe heb je dat overleefd? Ik heb verder val ik 4. Ik ook trouwens. Dit overleef ik ook wel, toch? Dit overleef ik 3 jaartjes. Ik dacht echt dat je dood ging. Ik dacht echt even, dit is het gewoon. Ik ben mijn helm vergeten op te doen. Oh ja, dit overleven easy. Dit? Ja. Ik ook? Anderhalf had je. Ik schrik me rot. Gast, we hadden zadels en wortel met dingen mee moeten nemen. Oh ja, dan hadden we van die shit gehad. Hadden we dat kunnen doen. Gast, we zijn wel echt heel ver, overigens. Wat als je dit hakt? Oh mijn god, die gravel van net, dat was gewoon fake. Als je dat hakt, zakt in de lava. Alles zakt in de lava. We zijn echt idioten hoe ver wij gaan trouwens. Dat is echt niet slim. Wil je zorgen dat je tikken? Nee, dat gaat te ver. De prankoorlog is hier even aan de kant gezet. Prankoorlog gaat vaak. Ik vind het heel sketchy. Ja, je moet ook heel raar lopen om daar te komen. Gaat u maar voor, meneer. Oh ja, nee, is goed. Graag gedaan. Gast, deze jump. Doe hem ook dan, deze jump. Nee, die moet je ook maken, kom. Van hier naar hier. Nee! Maak hem dan. Nee! Dat komt door die souls in. Ja, daarom, je moet... Ja, ik was ook echt bang, man, met die sprong. Door dat souls in, daar haal je het gewoon niet. Oh mijn god. Wat een hel, dit avontuur tot nu toe. We zijn ook zo ver van huis, hè. Auw. Ik haat de Nether, echt waar. Kan je die skeleton pakken voor me? Oh mijn god, skeleton. Wat waren? Oh, wat was dat? Wat was dat? Een guest. Van waar? Van waar? Dat weet ik niet. Ik schrik me helemaal kapot. Hoe klein is de kans dat je een beestje vindt als je er echt naar zoekt? Wie weet. Wie? Hey, heb ik die ook? Waarom heb ik die niet? Welke mis ik nog? Op tourist? Wat is ja, dat heb je alle... Explore all Nether biomes. Ja, dat. Oh, hè? Lava parcours. Lava parcours. Wat ga je doen dan? Ja, je maakt de sprong moeilijker voor mij. Oh, lava parkour. Lava parkour. Ja, deze biome. Kijk, deze is goed. Ja, dit moeten we hebben. Hey, nu heb ik ook wel een tourist. Oh, wat een geluid. Ben ik hier ooit een keer geweest? Alleen deze is alleen nog enger met alle lava. Dat is het enige. Maar deze is wel beter om die dingen te vinden. Laten we deze dan ook vervolgen, deze route. Alleen ik vind het echt niet leuk hier lopen. Nee, dit is echt een kut. Oh, pas op voor die kleine gaatjes. Ja. Nee, ik wil niet parkouren. Jojo, hier, ja. Gast! Dit is niet leuk! Parkour. Ga jij maar lekker zo, ik ga boven langs.
We kwamen op hetzelfde moment op een blokje. Ik zag je aankomen, dus ik denk, ik spring maar alvast. Oh. Oh, dit sprongetje was onverwacht. Nee! Rennen! Nee, waarom komen we jou hier tegen? Oh. Ja, hij is dood. Maar hij schiet er al niet. Heb je blokjes nodig? Deze blokjes kan je ook hakken, hè, om je heen. Oh, ik denk ik hoor een skeleton. Ik schrik me kapot, jongen. Gast, die magma cubes komen op me af. Ja. Wacht, bro, Rick, bro, bro, Rick, bro, 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 Rick, bro, 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 weg bro. Hier. Oh, weg hier. Oh. Nee. Gast, die magma cubes, die zijn vervelend. Ja, hij beukte me. Ik heb een poosje moeten drinken. Oh, wat zonde. Ja, ik ren even door, want ik vind het echt niet leuk. Nee, ja, ik vind het geweldig. Ik ben weg. Ik heb er ook eentje moeten gebruiken. Ik ga echt huilen. Ik heb er ook eentje moeten gebruiken. En ik ben er nog 4 hartjes. We gaan echt dood, hè, hier. We gaan echt al onze spullen kwijtraken. Ik ga Marini Destroyer kwijtraken hier. Ik ga al mijn nether uit kwijtraken. Allemaal voor een ding. Een music disc, ja. Het hele avontuur die we waarschijnlijk niet eens gaan krijgen. Ik ben naar de overkant zwemmen. Zullen we het proberen? Ik heb 4,5 minuten. We gaan gewoon. Oké, let's go. Dan gaan we... Oh, het is wel heel traag. Redden we dat met ons... redden we wel. Geen 4 minuten. Nee, oké. Okay. Ja, ik zie die guy hier lopen. Ja, hij loopt er gewoon. We hadden echt die dingen mee moeten nemen. Hij zegt gewoon, fuck our boys. Hey, nympho. Nympho. Hier, ik leid jullie de weg, bro. Ik kom deze kant op. Hij loopt wel gezellig met ons mee. Ik vind hem wel chill, ja. Ik heb wel een baked potato voor je. Geef hem maar een baked potato. Hé, hey, een ruwe netherport op. En, oh. Helemaal niks. Helemaal poep gewoon. Maar, waar is de crying obsidian? Hier. Die hebben we wel nodig. Als we er zo meteen... Hey, een fortress. Nee, een bastion! Ja! We hebben hem! Ja! We hebben hem! Een bastion! Voorzichtig, want hier zijn... die pigments hier, met die exen, dat zijn de sterkste die er zijn. Wow, dit is echt mega. Ja, dan ben je nog nooit in de bastion geweest. Nee, dat zie je. Maar gast, dit is echt de gevaarlijkste shit die er is. Dus, kijk, zie die guy daar met die zwarte dinges aan? Ja. Daar in de vet is er eentje met een zwart t-shirtje aan. Kijk, hieronder, het is een grote gast. We hebben een grote bastion. Je hebt ook kleine, maar dit is een unit. Ik laat ook vast vanaf afstand. Pas op dat je geen normale pigments neerschiet. Kijk daar, zie je met zijn zwarte ding waar ik nu op schiet? Oh, jongen, als we zo'n ding vinden. Kijk, daar heb je die zwart met gouden blokken. Die gaan we meenemen. Eentje lager, kan wel. Kill de van afstand die piglins gewoon. Oké. Laten we onszelf... Kut. Nee! Ik heb een fout gemaakt! Nee. Ik heb een fout gemaakt! Wat heb je gedaan? Ik heb een pigman aangevallen. Oh, ze komen niet voor mij. Oké, dan... Hey, wat hebben we hier? Oh, netherite ingot, diamond chest. Oeh, netherite scrap en die mooie blokken. En blast protection. Ik heb wel een helm voor het avontuur. Ook netherite ingot. Maar niet de cd. We kwamen echt voor de cd. Die spannen kunnen we toch wel cancelen met gewoon licht, guys. Kan je dat niet hakken met silk touch? Probeer eens, zou ik zeggen. Ja, nee, die van mij ligt in mijn chest. Oh, mijn, ja, dan kan je toch in de chest pakken. Wacht, ik leg nu gelijk even waardevolle dingen erin. zoals Marini Destroyer. Dan neem ik wel gewoon de Wump voor Sacrifice. Dan neem ik even... Leg alle waardevolle dingen die we dit avontuur hebben gedaan vast erin. Ik hak ondertussen mijn chest. Nee, dat kan dus niet. Er zijn vast wel meer kisten. Dit kan niet alles zijn. Ah, ik schrik me de... Oh, jezus, man. Ja, ik schrik me gewoon van een beest die in mijn gezicht springt. Moet even... Want ik weet dat er nog meer plekken zijn in de fortress waar je kan looten. Nee, dit is het nog lang niet, joh. Wacht. Kijk, hier. Hier is nog meer, zie je? We hebben echt nog niet alles gehad. Oké, dus voorzichtig. Dus we hebben nog kans. We hebben nog kans, ja, tuurlijk. Er is nog kans. De kans is nog niet verloren gegaan. Hier, ik trek dit aan. Dan vallen alleen de zwarte ons nog aan. Hey, ja, kisten, kijk, kisten. Nee, ik heb wel mooie arrows. Wat heb jij? Ja, ook niet veel soeps. Ik heb een banner pattern. Nou, niks heel bijzonders, hè? Oh, hier is een grote kist. Maar met 2 zwarte gasten. Dus pas op, komen ze. Oeh, heel veel gilded blackstone, crying obsidian, maar weer... Huk, light grey stain. Wat is dat in mijn inventory? Maar niet waarvoor we kwamen. Kan dit met silk touch? Okay. Ja? Ah, dan hakken we even ook wat van die blokken. Oh, heb ik wel wat ik wil beschermen, heb ik weer veilig kunnen stellen nu. Stel, ik zou nu iets verliezen, zou het zet zijn, maar niet het ergste, weet je? Dan, weet je, schakelen we terug, reizen in. En als kijkers denken van, nee, je moet dat nog doen, dan weten we de coördinaten. We hebben wel gewoon netherite gevonden, hè, op deze manier. Nou, dan gaan we. Tot ziens, bastion. Is dit er? Dit kunnen we redden. Ik eet ook even. Doe jij maar testpersoon. Nee! Oh, het is veilig! Yo! Ja, oké, nou.
Oh, ik had niet een fortress vol AP. Of is het onze fortress? Nee, we zijn nog niet zo dicht bij huis. Gast, als we zo dichtbij waren, inderdaad, al die tijd. Dus als dit ons fortress is, word ik echt mad. Ik hoop dat dit een nieuwe is. Ja, dit is een nieuwe, gast. Ik herken deze totaal niet. Hé, hey, maar dan nog meer loot. Dan hebben we... Oh, ja. Nee, maar dan kunnen we gewoon nog even Diamond Horse Armor en wat diamonds en weet ik wat voor troepjes krijgen. Niet? Oh, ja. Kist. Oh, twee. Oh. Diamond Horse Armor. Diamond Horse Armor. Ah, man. Oké. Pak jij die maar. Netherite. Ja, Diamond Horse Armor. Helemaal geen Netherite. Okay. Links en... Oh, hier nog een kist. Oeh, een diamond en nog een saddle. Oh, nog een kist. Nog meer saddles. Wacht even hoor. Nu hebben we te veel loot. Ik heb nu al 3 zadels. Ja, ik ook. Oh, dit wil ik wel hebben. Dit wil ik ook hebben. Dit had ik al, maar nu is het helemaal goed. Nog meer? Nog meer? Wat is dit voor insane kasteel, ouwe? Dus volgens mij zijn het er 2 aan elkaar. Maar ik moet op zich nog wel wat van die dingen hebben. Jezus, wat voor 3 kisten op 1 hoekje ook gewoon, hè? Nou, dan kunnen we weer terugdenken. Ik denk dat dit het wel gewoon was, het kasteel, right? Ik kom naar huis, ik ben echt zat. En je bestje! Dat meen je! Nee! Nee! Hoe dan? Wat? Deze gaan we nog even looten. Wacht even hoor, even alle blokken ditje die we hebben, waar we niks aan hebben. Wat de actuele... Ik weet het niet. Daar gaan we. Bestje 2. Daar is een ingang. Dat is de mine. Oeh, een kist! Ah, ik hoop dus zo erg dat... ik ga die golden apple gebruiken. Ik hoop dus zo erg op goede toeien. Maar dit is een andere bastion, zie je? Wacht, trek je golden dingen weer aan. Gast, deze bastion, dit is echt de meest lucky bastion die we tot nu toe hebben gehad. We moeten die music disc vinden. Hey, kisten! Heel veel! Hey, wat is dit? Heel veel van het goud weer. Ja! 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 We hebben hem! We hebben hem! De music disc, we hebben hem! Het hele avontuur was niet voor niks. Ja! Oh, gast, wat ben ik blij! We hebben hem! We kunnen de outro doen op deze video. We kunnen hem eindelijk stoppen. We kunnen eindelijk naar huis. 3 dagen gestreden. Eindelijk voor een outro. Eindelijk alles voor die outro. Oh mijn god, jongen. Hé, er staat Mandy op het zwaard. We hebben hem gewoon. Het boekie, of het, de music disc. Pinkstep. De outro. De outro van deze video is geregeld. Wat een avontuur. Ik wil nu zo graag naar huis. Ik heb het gezien. Ik ben er klaar mee. Ja. Ik heb het echt gezien. Wat goed. Althans, nu we hier zijn, moeten we kijken of we alles even geloot hebben. Maar we hebben hem gewoon. Nee, we kunnen gaan. We gaan naar huis. Het is tijd. Deze keer echt. Hou eens op, jongen. Echt. Ik zei het net al. Ik wil naar huis. Als in een beetje hoe blij ik ben dat ik thuis ben. Maar nu. Nu is dat gevoel nog gewoon 10 keer zo erg. Hoe blij ik zou zijn als we thuis zouden zijn. Kunnen we eindelijk de outro opnemen met ons pickstep nummertje. En blijkt die copyrighter te zijn. Nee. Alles voor niks. Gast, maar dit is wel de meest rare cd die je kan krijgen. Die we nu hebben. Ja, volgens mij ook, ja. Ja, echt. Er is echt maar 5% kans of zo, toch? Yep. Een ruwe netherportal. Hé, hey, nog meer loot. Hey, deze is al geloot, ja. Ja. Nou, dat betekent dat we dicht bij de bewoonde wereld zijn. Het feit dat dingen geloot zijn. Dus we zijn bijna op 0-0 ook gewoon, hè, inmiddels. Ja, maar de hoogte, ja, alleen de hoogte moeten we maar goed gokken. Dan hoop ik dat we op het moment thuis aankomen en de outro op kunnen nemen. Hé, hey, René is hier. Echt, René? Ja, ik zie René op de map. Echt? René, help ons. Ja, René, ik zie je nametag. We zijn thuis. Waar? Gewoon blijf ik iets hoger. René, help ons. Wow! Iets hoger, komt mijn lava terug. Oh, ik ben er al langs in. Hey, René! Ja. René! Ja! René! René, onze redder! Ja, kijk hier! Ja! Oh, waar zijn we überhaupt? Waar is dit? Ja, dit is bij Robin. Ja, deze kant op. Winkeleiland. Nee, oh, ja, ik wil naar huis! Heb bij mijn eten ook. Ja, ik ook. Ik heb nog maar 9 carrots. Ik heb 4. Nu 3 potato's. Wat wel. Oh, laten we naar binnen gaan. Kom. Nooit gedacht dat ik zo blij zou zijn om hier te zijn. Oh, wat voelt het fijn. Oké, Rick. Van dit avontuur hebben wij dit allemaal, maar niet te vergeten. De cd! Ja! We gaan hem even afspelen. Wacht, nee, dat is eigenlijk een mysterie. We gaan gelijk de outro opnemen. Ja, dus mensen zien het wel bij de outro. Hey. Maar wat een loot, hé. Hey. Hoe gaan we dit verdelen ooit, dit, wat we allemaal hebben? Hoe willen we dit ooit verdelen? Ja, ik denk dat dit wou René graag hebben. Ja, dat wou René hebben, die mooie blokken. Dus die zijn voor René, inderdaad. Prima. Jij mag dat wel graag hebben. Jij mag dat boekje hebben. Wat mij betreft mag je het goud ook. Jij mag het goud hebben. Netherite mag je ook hebben. Netherite mag ik hebben, allemaal, dat meen je. Ja, bro, ik heb full Netherite. Ja, oké. Dan neem ik de Netherite. Diamond chestplate mag ik ook hebben. Dan mag jij de tweede Diamond Horse Armor hebben. Omdat ik de Netherite mag hebben. De zadels hebben we allebei. Nou, dan mag jij derde zadel hebben. Oh, zo. Ja. We hebben ook allebei een banner pattern. Ja, daarom. Volgens mij is het nu naast de Netherite is het goed verdeeld. Want heb jij alle extra dingen. Dit is voor René. En de cd die gaat een museum in. Ja, jij gaat een museum bouwen. Daar puur voor die Netherite ding. Laten we de outro opnemen, kom.
Wat goed, ouwe. Dat we hem gewoon hebben. Hij is ook echt leuk. Het is echt een goed nummer. Wacht, waar kunnen we... Oh, wacht, let op, hè. Is dat eenmaal G waard? Dat ene watertje daar? Ik ga het proberen. Oh, jouw beurt! Zie ik jou snel weer, Ja. Meneer. De prankoorlog is trouwens nu weer begonnen, lul. Dan gaan we verder. De pauze is voorbij. Nee, daar, je water is weg. Nee, stop. Nee. Nou jongens, wat oprecht een avontuur. Ik ga alle spulletjes die ik heb gecollect eventjes bij elkaar rapen en neerleggen op verschillende plekken. Eigenlijk alles wat ik hier heb gaan we even sorteren. En jongens, we hebben gewoon netherite. We laten het even gelijk omsmelten op zijn minst hier. De netherite. Hoppakee. Wat goed ouwe dit. Netherite is omgesmolten. Ik heb mijn spulletjes helemaal gesorteerd. Dan nemen we even wat goud en maken wij een netherite ingot. En dan hebben wij jongens 3 netherite ingots. En dat is precies genoeg om een setje netherite armor te maken. Want ik draag toch nooit een helm. Dus ik heb alleen die nodig. Dus laten wij de netherite hierin stoppen. Het goud ook weer even wegleggen. Deze kist mag weg. Oh, Rick is dinges vergeten. Zijn ender chest. Wat een sukkel. Het is nu mijn ender chest. Rick van de prankoorlog. Het is nu mijn ender chest. Gaan wij even cadeautje aan René geven. Namelijk 61 van die mooie blokken die ze zo graag wilden. Laten we even een leuk kistje achter Hiro. Al die blokken die ze zo graag wilden. Dan is bij deze het avontuur afgelopen. Wat een aflevering. Ik weet niet hoe lang die duurt. Ik vond het wel echt heel leuk gewoon. Het was het begin van deze aflevering. Dat was nog een paar dagen geleden voor mij. Was ik met dinges bezig. Met Robin naar beneden en zo. En ik heb weer volledig genoten. Ik denk dat ik dan volgende episode ga ik even nieuwe Diamond Armor maken. Behalve deze dan. Gewoon nieuwe chestplate, nieuwe leggings. En dan ga ik die helemaal enchanten met de Six Enchantments. En dan ook gelijk netherite ervan maken. Dan ben ik ook een keertje sterk. Daar heb je René. Zullen we checken? Want René is al die tijd natuurlijk een beetje hier geweest, een beetje daar. Dus misschien is mijn farm trouwens nog gewoon gegroeid. Hoe leuk zou dat zijn? Ja, ja, ze zijn zo goed als volgroeid. Oh, wat nice. Dan gaan we hem testen, jongens. Weet ik nog wel als allerlaatste dingetje even leuk om te doen. Om even te gaan testen. Komt-ie in 3, 2, 1. Boom. Oh, kijk, daar gaat het. Ja, daar gaan ze. Hoppakee, allemaal in het systeem. En dan houden we dit in de gaten. Ja, daar is het. Het eten. Oh, wat amazing dit. Daar gaat het. Al het eten. Dat gaat zo het sorteersysteem in. En dan komt het als het goed is hier allemaal terecht. Kijk, daar gaan ze eerst de seeds. Die worden als eerst gevuld. En de rest is langzaam onderweg. De rest komt eruit. Het gaat dus 1 voor 1. Want het zit waarschijnlijk helemaal bomvol daarachter. Met al die hoppers. Dus eerst de seeds. Dan waarschijnlijk... Het gaat in een volgorde. Wat amazing dat je al dat eten die kant op zal gaan. Nu zou ik het eigenlijk weer moeten aanvullen, maar dat doen we volgende keer wel. Voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken. En meisjes trouwens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Veel plezier met het kijken naar de outro. Waar ik en ik wel zwart voor hebben gestreden. Het is een hele slechte outro. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.